Je luistert naar Discutafel Podcast, jouw groene audio over natuurvriendelijk tuinieren en een duurzame levensstijl. Ineens weer de stem van Yvonne Smit in je podcast-app. Wat fijn dat jij er nog bent. Dit is aflevering 123, online gezet op eerste kerstdag 2022. Op de achtergrond wat bijbehorende feestmuziek en winkelgeluiden van het seizoen. Uit notabene een warenhuis in Regent Street, Londen. Afgelopen juli gingen we van aflevering 122 zomaar naar aflevering 124 van Discutafel Podcast. En ja, er was eigenlijk geen echte achtergrond, behalve dat ik me gewoon enorm had vergist. Ik was eigenlijk wel toe aan een pauze. Maar die pauze is wat langer uitgevallen dan gepland. En daarom nu een superkorte aflevering 123 om te zeggen, we zijn er weer. Dat die pauze wat langer uitviel, dat kwam door allerlei omstandigheden. Sommige waren fijn en sommige waren minder fijn. Zo kregen we wat zorgen over onze kat Rosso. En ondanks die zorgen en die liefde en aandacht die we hem hebben gegeven, is hij kort voor kerstmis komen te overlijden. En ja, je snapt, als je huisdieren hebt of hebt gehad, of misschien ook gewoon door je empathisch vermogen, dan snap je wel dat zo'n proces je behoorlijk in beslag kan nemen. Verder heb ik persoonlijk ook wat last van stemproblemen gehad. Die zijn nog niet helemaal weg. En dat is toch een tikkie ingewikkeld wanneer je audio maakt. Maar er waren ook audioproblemen van een heel andere aard. Bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden in de buurt van je studio. Dat lawaai en dat getril was tot in de studio te horen. En dat duurde maandenlang. Want het ging om de sloop van een groot schoolgebouw. Tegelijkertijd gingen we de studio zelf opknappen en dat betekende helemaal leegruimen, ook de opnamefaciliteiten eruit en dan weer opnieuw inrichten. Maar het stoffeerwerk is nog niet af, dus dat hoor je waarschijnlijk wel. Het klinkt allemaal nu even tijdelijk iets holler. En alsof dat nog niet genoeg was, traden er ook nog softwareproblemen op. Met bijvoorbeeld de website van Discutafel, discutafel.nl. En we zijn dat nog volop aan het repareren. En er was ook iets soortgelijks aan de hand met de programmatuur, moet ik zeggen. Ik struikel erover. Die ik gebruik voor het bewerken van de audio. Nou, doordat alles zakte, dan moet me wel eens in de schoenen. Maar er waren gelukkig ook heel fijne momenten. En een deel daarvan ga jij als luisteraar van Discutafel Podcast ook een beetje meebeleven in de komende afleveringen. Want je kan reportages verwachten uit diverse landen. Om die lange pauze goed te maken, brengen we die edities in een wat hoger tempo uit dan gebruikelijk. En we zullen beginnen met België. In de eerstkomende twee podcasts wandel je met mij mee door Arboretum Kalmthout. Dat is een plek die het hele jaar door mooi is, maar zeker in de winter. Dus luister hem snel even af zodra die in je podcast-app staat. Later publiceren we nog afleveringen die we opnamen in het verre Canada en ook in Engeland. Die opnamen zijn in het Engels, zodat ook onze buitenlandse luisteraars ze kunnen begrijpen. Dus blijf luisteren naar je eigen groene audio. Hiermee besluiten we dan deze korte bijpraataflevering. Op de achtergrond nog steeds dat toepasselijke kerstmuziekje vanuit dat Londense warenhuis. Ik hoop je snel weer te treffen. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.